Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik een boodschap ga channelen en kijken wat dat er doorkomt, wat dat er mag gedeeld worden, voor wie dat de boodschap of waarom dat de boodschap ook moet online komen. Nou, we zien waar we mee beginnen en de kaart vliegt eruit. En we zien de Page of Coins met het leggen van een fundament samen met de doodskaart, maar omgekeerd, dus het gaat over een interne verandering. We zien wat dat er nog komt. Vooraleer dat we aan een verhaal beginnen, hebben we de... Oké, die niet. Wat is nog? Oké, dat... De vier van wanten met People Divided. Ik voel vooral dat hij hier te maken heeft met een vrouwelijke energie die het een en het ander aan het veranderen is. We kregen ook de vier van munten met materiële gehechtheden en de zes van wanten met congratulations, dus succes, proficiat, einde van de... Of eigenlijk les geleerd. Dat gevoel heb ik. Les geleerd. Ja. En we kregen de tower, de toren, voor de mannelijke energie. Ah, oké. Ja, wacht. Ik ga nog wat dingen bijleggen, want dit is hier voor de mannelijke energie. Als er dan meer... Wat moeten we meer weten dan over de mannelijke energie? Dan krijgen we de drie van zwaarden met Overcoming Sorrow. De Queen van Zwaarden met Devoid of Emotion. Met de Hoge Priesteres, Keeping It All In, Gaining Momentum en Emotional Anguish. Oké. Dus, wat zien we? Krijg ik hier eigenlijk een verhaal tussen wat er gaande is tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Bij de vrouwelijke energie die is gefocust op zichzelf. Omdat ze weet dat verandering in de buitenwereld een beweging is van binnen naar buiten. En dus heeft ze door daarop te focussen, die innerlijke eenheid in zichzelf gecreëerd, wat dat ervoor gezorgd heeft dat ze afscheid moest nemen van een aantal mensen. En ik heb ook het gevoel, een stuk ook afscheid van de mannelijke energie. Waarin dat contact bijvoorbeeld verbroken is, of waarin dat de vrouwelijke energie een bepaalde grens gesteld heeft, of gezegd van dat is niet hetgeen dat ik wens in mijn leven. En dat maakt dat ze eigenlijk zichzelf loskoppelt van 3D-versies die zich, waardoor dat ze zichzelf vasthoudt, omdat dit een nieuwe manier is om een nieuw fundament te leggen, om, als ze dat zo willen, met die mannelijke energie opnieuw weer te verbinden, maar in een hogere tijdslijn. En daarom kregen we ook de Six of Wands, dus met succes en congratulations. Dat is iets, een proces dat ik eigenlijk vaak ook al over gesproken heb en dat ik zelf ook al meermaals heb ervaren, waarbij dat je als vrouwelijke energie en of mannelijke energie soms bewust, soms onbewust, een stuk van elkaar loskoppelt, omdat je dan in een hogere versie van jezelf eigenlijk opnieuw kan gaan verbinden. En zolang dat je blijft vasthouden en dus vanuit afhankelijkheid vasthoudt aan oude versies of aan zekerheden die je op een bepaalde vorm van veiligheid en vervulling hebben gebracht, dan zorg je er enkel maar voor dat je eigenlijk jezelf en de ander ook tegenhoudt om te gaan groeien. Dat is ook een van de grootste redenen waarom ik uiteindelijk zelf uit mijn huwelijk gestapt ben of verschenen ben van een high soulmate. Omdat het niet langer tot mijn pad behoorde, dat de lessen die we geleerd hebben, of moesten leren dat we die geleerd hadden. En het daarin blijven zou betekenen dat ik een lagere versie van een tijdslijn kies. Om maar te zeggen, tijdslijnen, wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk verschillende soorten verhalen. Verschillende soorten invullingen van je leven dat je kan ervaren. En telkens afhankelijk van de keuze die je maakt, zit je op een hogere of een lagere tijdslijn. Dat maakt dat
Zowel ook met de mannelijke energie, als je een tweeling van bent bijvoorbeeld, of gewoon ook zelfs in andere zielsrelaties. Wanneer dat jij telkens probeert de hoogst mogelijke tijdslijn te leven, te ervaren, en je hebt mensen waar je dan die loskoppeling van doet en dan ervan uitgaat van ze gaan weer verder meegaan in die hogere energie, want niet alles en iedereen verandert en verschuift of neemt die quantum leap in, op hetzelfde moment natuurlijk, dan ga je merken dat soms mensen een tijdje uit jouw realiteit verdwijnen. Omdat, dat kan een week zijn, dat kan 2 dagen zijn, dat kan een paar uur zijn, dat kan maanden zijn en bij je andere jaren. Omdat ook zij aan de hand van hun vrije keuzes en de keuzes dat ze gemaakt hebben, kiezen voor een bepaalde tijdslijn. Maar als jij kiest voor de hoogste tijdslijn, dus om het te vergelijken met de verdiepingen van een appartementsgebouw, en jij kiest ervoor om naar de 12e verdieping te gaan, en de andere persoon kiest ervoor om nog eens langs te gaan op de 8e verdieping, en dan via de 9e, naar de 10e, naar de 11e, naar de 12e te gaan, ja, dan gaat het eventjes duren vooraleer dat die persoon op de 12e aankomt. En wie weet of dat jij dan op dat moment nog op de 12e verdieping zit. Misschien ben jij alweer naar een volgend niveau gevlogen, als het ware. Dus dat is de grootste reden waarom dat we eigenlijk nooit op mensen mogen wachten. Maar dat we zelfs nog een stuk sneller in onze ontwikkeling mogen gaan. Omdat dat ook vraagt dan van anderen om telkens het hoogst mogelijke pad te kiezen. En of ze dat doen, daar hebben we geen controle over. En gelukkig maar. Maar dat vraagt natuurlijk om iedere keer naar binnen te gaan. En iedere keer eerlijk te zijn met jezelf. Dus die tijd voor reflectie te nemen. Om te kijken van wie hoort er hier nog op mijn pad. En zijn de dingen die ik nu doe, de activiteiten, de manier waarop ik denk, de keuzes dat ik maak, zijn die zo uitgeleid dat ze afgestemd zijn op mijn hoogste tijdslijn. En als jij voor die hoogste tijdslijn kiest en je voelt dat een aantal mensen, of het nu klanten zijn, of familie, of vrienden, of collega's, maakt niet uit, en zij kiezen een lagere tijdslijn, dan is het ook belangrijk dat je die mensen loslaat. Zoals ik zeg, het kan zijn dat het voor even is, het kan zijn dat het voor altijd is. Maar het vertrouwen daarin, dat de dingen die moeten gebeuren, en als jij je hoogste tijdslijn leeft en ervaart, en bepaalde mensen zijn voorbestemd om daar aan deel te nemen, vertrouw er dan ook op dat die er ook gaan zijn. En dat is hetgeen wat we nu zien in de kaarten wanneer het gaat over deze mannelijke energie, of een mannelijke energie die aan jou verbonden is op een of andere manier, en waarin dat jij een stuk afstand genomen hebt, bijvoorbeeld ook niet meer communiceert in de 3D of wat dan ook, dan heeft eigenlijk bij deze mannelijke energie een torenmoment gecreëerd, waardoor dat ze verplicht zijn om te gaan kijken naar hoe dat ze denken over het leven, hoe dat ze in het leven staan en welke keuzes dat ze zelf gemaakt hebben. Bij sommigen, en let op, dit gaat niet over iedereen, maar bij sommigen was er ook sprake van een andere partij waarin dat zij op een of andere meer of mindere mate betrokken waren. Zij het platonisch, zij het op een flirterige manier, zij het op een meer toegewijde manier, of zelfs, zoals ik gehad heb, een huwelijk. Ook daarin mogen ze gaan ervaren waar het verschil is tussen de verbinding met een Divine Feminine, als zijnde hoge priesteres die verbonden is met dat hoger bewustzijn, of omgekeerd met de vrouwelijke energie die nu in hun leven is, maar die vrouwelijke energie die niet vanuit een volledige eenheid en dus niet vanuit die hoge priesteres energie in het leven staat en dan zeker niet met hen verbindt. Een vrouwelijke energie die heel hard vanuit het logische in het leven staat. En ik zou zelfs zeggen, die eigenlijk er ook voor zorgt dat de mannelijke energie in dit verhaal, in deze connectie, geduwd wordt om verbinding met hun eigen vrouwelijke energie te maken. Dus dan gaat misschien een, laten we zeggen, een fysieke vrouw zijn,
Maar die heel hard vastzit in vervormde mannelijke energie. En dus echt puur vanuit dat logische. Vanuit de mind, vanuit... zelfs een business, het businessstuk voel ik hier ook wel een stuk. En dus, dat maakt dat die mannelijke energie gepusht wordt, geduwd wordt om te gaan kijken in zichzelf. En dus naar de eigen emoties. Omdat ze niet emotioneel vervuld zijn in deze connectie. Omdat ze niet meer hetgene ontvangen en hetgeen ervaren wat ze konden ervaren, zolang dat die connectie met jou er nog was. En dus die frustratie zou ik bijna noemen, die opborreling van passie, dat ze niet kwijt kunnen in die connectie met die andere vrouwelijke energie, of andere vrouw, als ik het zo mag zeggen, of man, pas het toe zoals het past bij jou, jullie. Daar kunnen ze geen uitlaat vinden op een goede manier, waardoor dat het gaat gaan, die passies, die emoties dat ze gaan voelen, zodanig gaan opborrelen dat ze het niet meer gaan kunnen tegenhouden. En ik zie ook 11:11 op mijn opname, op de recorder. Dus voor sommigen gaat het ook over een tweelingvlam-connectie, waar ik meestal ook wel channel. Maar soms kan het ook over soulmate gaan. High soulmate of tweelingzielen, hangt er vanaf. Maar dus, wat is hetgeen dat er geadviseerd wordt? Is eigenlijk, zeker als jij de vrouwelijke energie bent die luistert, om je focus en al je aandacht naar jezelf te brengen. Om dus eigenlijk je eigen beker eerst te vullen. Je kan niet geven, je kan niet delen met anderen als je eigen beker leeg is. Dat gaat niet. En om de passie die je voelt, de liefde die je voelt, de energie die je wel wilt delen met die mannelijke energie, maar die op dit moment eigenlijk niet mogelijk is, of ik zou zelfs zeggen, niet aangeraden is, om die in je eigen creatieve avonturen te stoppen, te duwen, zou ik bijna zeggen. En alles die daarmee te maken heeft, met het loslaten van iemand, in dit verhaal, vooral die mannelijke energie, om alle angsten die daaraan gekoppeld zijn, om die ook los te laten. Wetende dat wanneer je focust op je eigen werk, en opnieuw, altijd maar opnieuw de aandacht terugbrengt naar jezelf, dat automatisch die mensen in je leven gaan zijn die in je leven moeten zijn. En dat wanneer dat het gaat over 3D, dingen die je ziet in de 3D, dat die niet de waarheid zijn. De waarheid ligt hem in jouw energie. Ligt hem in jouw ziel. En het is aan jou om ook dat meer en meer te meesteren. Want er zijn verschillende mogelijkheden. Maar het belangrijkste is dat je leert om de balans te houden tussen 3D en 5D. Om balans te houden tussen binnen en buiten. Om balans te houden tussen je mind en jouw emoties, je gedachten en emoties. Om de balans te houden tussen je mannelijke en je eigen vrouwelijke energie. En dat je weet dat de goede dingen, dat vraagt je gewoon eenmaal tijd om zich te ontwikkelen. Om tot een volledige diamant te gaan... om tot een volledige diamant te komen. Om die ruwheid van een pure diamant te krijgen. Om die zuiverheid te krijgen. En dat is hetgeen waar dat in dergelijke diepe zielsconnecties ook over gaat. Heb je de tijd en geef je jezelf het geduld en de ruimte om een liefde zo groot, zo magisch, maar ook zo puur en zo zuiver te ontvangen? Of ga je genoegen nemen met de vervormde versie die je nu krijgt? Met het weinige aandacht die je nu krijgt? Of misschien zelfs niet? Dus waar zet je jezelf op het... op het plektrum, op de balans, wat dan ook. Van wat is hetgeen dat je zelf ziet ontvangen? Wat is jouw visie voor liefde, voor jouw leven, voor je zielsgroei? En het is daarin dat jouw daadwerkelijke vrouwelijke kracht, dus vanuit die Empress-energie, vanuit die hoge priestress, vanuit die divine feminine-energie, dat gaat zich dan uiteindelijk tonen in de buitenwereld, naarmate dat we meer naar april gaan.
Want op dit moment, hoe dit ook draait of keert, is er geen correcte afstemming, geen correcte uitlening tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Dus, lang verhaal kort, focus op jezelf, breng die eenheid aan, dieper aan in jezelf. Wees die goddelijke partner, 15-15, wees die goddelijke partner voor jezelf. Wees die divine masculine voor je eigen divine feminine. En dat leer dat die beiden met elkaar overweg kunnen. Dat die die onvoorwaardelijke liefde aan elkaar kunnen geven. En van daaruit, want zo werkt nu eenmaal het universum, ga je dat dan ook weerspiegeld zien en mogen ontvangen in de buitenwereld. En ja, want ik zie aan de onderkant van het dek de Ace of Coins, dus de Ace van Munten, met A Risky Endeavor. Soms lijkt het zo. Soms lijkt het alsof dat als we alles loslaten en ons handen van het stuur houden, dat we alles gaan verliezen. Maar het is net in het proces van bereid te zijn om alles te verliezen, dat je gaat merken dat je zoveel meer ontvangt. En we krijgen van de Angels of Atlantis kaarten, krijgen we Aartsengel Raziel met Retreat. Dus opnieuw weer die bevestiging van ga naar binnen. Verbind je met je eigen vrouwelijke energie om antwoorden te krijgen. En we hebben ook nog aartsengel Uriel met overvloed. En aartsengel Zadkiel met gratitude. En vlogen er hier nog twee uit, dus ik ga ze meegeven. Aartsengel Sandalfon met liefde. En aartsengel Zadkiel met veiligheid. En de kleuren zijn appelblauw zeegroen, oranjegeel, violet en het paarse. Dat zijn de kleuren van de universele vlammen waar je deze week kan mee gaan werken. Ik wens alvast een hele fijne week en tot de volgende video.